Nederland blijft. Want dat delen we met elkaar. De Timmermans. Ja, voorzitter, even een opmerking vooraf. VVD, 14 jaar aan één stuk aan de knoppen van de macht. Maar als het bedrijfsleven het moeilijk heeft, is het de schuld van links. Toch wel knap, terwijl we in de oppositie zaten. Maar goed, dit gezegd zijnde. Mevrouw Jessicus heeft heel strak onderhandeld als het gaat om begrotingsbeleid. Dat was voor haar en haar partij, voor de VVD, heel erg belangrijk. Vandaar ook minister van Financiën. Vandaar ook, als ik het goed begrijp, hele strakke begrotingsregels. Dat wil dus zeggen, op het moment dat er tegenvallers zijn en er moet meer bezuinigd worden, wordt dat ponsponsgewijs over de begrotingen uitgespreid. Heb ik goed begrepen dat dat de afspraak is? Het is zoals het er staat. Dat zijn de afspraken. En daarna gaan we zien hoe het kabinet dat gaat invullen. Ja, dat betekent dus als er een miljard tegenvaller is, dat u dan bereid bent 300 miljoen op onderwijs te bezuinigen, 300 miljoen op zorg te bezuinigen en 300 miljoen op de sociale zekerheid te bezuinigen. Dat is de logica van wat u heeft afgesproken. Klopt dat? Nou ja, voorzitter, de logica is dat wij als VVD niet bereid zijn om altijd maar de belastingen te verhogen. En de logica is dat je dan altijd bij de overheid kijkt, waar kan het minder? Waar kan het efficiënter? Waar kan je het op een andere manier inrichten? En dan zal het ook aan het kabinet zijn om dat vervolgens in te vullen. Maar ja, het is wel zo dat daar een groot verschil is tussen onze partijen, zeg ik richting de heer Timmermans. Dat wij zeer terughoudend zijn als het gaat om altijd maar die belastingen verhogen en het bij de mensen thuis op een bord te laten terechtkomen. Dat klopt, die verschillen zijn groot. U geeft een douceurtje van 1,5 miljard, box 2, box 3, inkoop aandelen, wat bedrijfsleven helemaal niet nodig heeft, wat ook rijke mensen helemaal niet nodig hebben als je kijkt naar de andere noden van het land. Dat klopt allemaal. Maar de vraag is natuurlijk of u uw coalitie op dit punt op één lijn heeft. Want als ik het goed begrijp, zou het toch zeker voor uw coalitiepartner de PVV heel erg moeilijk worden als er zo fors op zorg en op sociale zekerheid bezuinigd zal moeten worden, als kennelijk uit de systematiek voortkomt. Voorzitter, elk van de vier partijen die nu deelnemen aan dit kabinet weten dat verantwoordelijkheid nemen ook betekent dat je moeilijke besluiten moet nemen. En ik denk dat geen van de vier partijen hier in het kabinet zouden zitten als ze dat niet zouden weten. En dat sommige besluiten ook flink pijn kunnen doen, ook bij jezelf als partij, bij je achterban, dat weten we ook heel erg goed. En vervolgens zal het kabinet dat moeten gaan uitwerken. We hebben een zeer kundige minister van Financiën en die zal het ook met zijn collega's vervolgens kijken hoe wordt dat ingericht. Minister van Financiën, dat wil ik u nazeggen, is kundig en is ook een havik. Dus die zal ervoor zorgen dat er fors bezuinigd wordt. Nou, ik zou tegen uw collega's van de andere coalitiepartijen willen zeggen, maak uw borst maar nat. Ja, voorzitter, hij zal er vooral voor zorgen dat niet ongericht de belastingen worden verhoogd bij de mensen thuis. En ik meen dat de heer Timmermans net zei, voorbeelden aanhaalde en zei van dat zijn zaken die mensen prima kunnen missen. Volgens mij werkt dat niet zo. Volgens mij, als je nu kijkt naar de situatie in Nederland, en dat heeft de linkerkant van de Kamer heel goed gedaan. De amendement van de Lee had een meerderheid en wij moesten daar op alles terugdraaien aan die onderhandelingstafel. Dus ja, 14 jaar aan de macht betekent wel misschien lagere werkloosheid, minder armoede, maar betekent niet dat je elk amendement weggestemd krijgt. Maar gelukkig hebben we dat kunnen corrigeren aan die onderhandelingstafel, juist om ervoor te zorgen dat onze MKB'ers, ondernemers, weer zuurstof ervaren, zodat ze kunnen ondernemen, zodat ze risico's kunnen nemen, zodat ze lef kunnen tonen, zodat ze banen kunnen creëren. En daar sta ik voor. Ik sta er niet voor om hen te zien als een pinautomaat, om ervoor te zorgen dat we ze helemaal kapot belasten. Dat zijn niet de keuzes die wij maken. Wat het kabinet uiteindelijk gezamenlijk besluit, ja, dat is een ander, dat is aan het kabinet. En dat gaan we dan zien. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb ook voor de VVD mijn best gedaan om te bedenken, kan ik iets aardigs zeggen? En nu heb ik zelfs twee dingen. Maakt de VVD niet